Hallo, in deze webles gaan we kijken naar de harmonische trilling. En dan niet alleen bij een uh, massa die aan een veer hangt, maar ook bij een slinger. Hoe zit het nu met uh, een slingerbeweging? Hebben we dan ook te maken met de harmonische trilling of niet? Maar we beginnen eerst met een massa aan een veer. Zoals je in het uh, plaatje kunt zien, hebben we een massa die op en neer trilt, uh, links en rechts van de evenwichtstand, dat is de gele lijn. En wat je ook daarboven kunt zien is in het rood de, de grootte en de richting van de kracht. En in het blauw de grootte en de richting van de uitwijking. Wat heb je nu nodig om een trilling te krijgen? Nou, dat is eigenlijk het volgende: je moet een kracht hebben die altijd gericht is naar de evenwichtstand. Die het voorwerp dus terug wil duwen naar de evenwichtstand. Uh, dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle trillingen, maar wil je nu ook dat die trilling een harmonische trilling uh, is? Dat de beweging dus uh, in een sinusvorm is, als je een, een UT-grafiek uitzet, dat je dan ook een sinus te zien krijgt, dan moet er nog een tweede ding gelden. En dat is een recht evenredigheid tussen de kracht en de uitwijking. Dus als de uitwijking ten opzichte van evenstand twee keer zo groot wordt, dan moet ook de kracht twee keer zo groot worden. En bij uh, de meeste veren is dat ook in een bepaald gebied. Dus een massa aan een veer die zal een harmonische trilling uitvoeren. In formulevorm ziet de wet van hoek, want dan heb, daar hebben we het nu over, ziet er als volgt uit: F is min c mal u. Eh, twee bijzonderheden: het minnetje geeft aan dat de kracht altijd tegengesteld gericht is aan de uitwijking. Dus is de uitwijking positief, naar rechts, dan zal de kracht naar links staan. Is de uitwijking negatief, dan zal de kracht naar rechts staan. En als tweede bijzonderheidje zie je nog de twee pijltjes boven F en u. Dat zijn namelijk twee grootheden die je, je moet zien als vectoren. Dus zowel de kracht als de uitrekking hebben niet alleen een grootte, maar ook een richting. En in de wet van hoek dan moeten de, de krachten F en de uitwijking u in dezelfde richting staan. Anders geldt de wet van hoek niet. Je kunt het ook uitzetten in een grafiek die wet van hoek. En dan ziet uh, die grafiek er ongeveer zo uit. Dit is een, een schets natuurlijk. Er staan geen getallen in. Maar als je op de, de x-as de uitwijking u zet en op de y-as de kracht f, dan uh, is het verband tussen f en u is een rechte lijn die door de oorsprong gaat. En uh, met een negatieve uh, hellingsgetal. Oftewel, dat minnetje, dat zie je hier ook terugkomen. Als de uitwijking positief is, is de kracht negatief en vice versa. Nu wordt het dus tijd om naar een slinger te gaan kijken. En ik maak even een schets van een slinger die ik ga gebruiken in mijn uh, verhaaltje. Uh, het is een slinger met, um, die, die aan een draad zit met de lengte L. En uh, de massa die er aan zit, heeft een, um, een bepaalde massa, die noem ik even M. In de rest van dit verhaal ga ik ervan uit dat het draadje geen massa heeft. En dus niet meedoet met het massa En dat uh, het bolletje wat aan het draadje zit, dat dat gewoon uh, heel klein is. Als ik het uh, bolletje uitrek met mijn hand en uh, loslaat, dan zal het gaan trillen, slingeren ten opzichte van de evenwichtstand. En de evenwichtstand loopt hier eigenlijk uh, verticaal naar beneden. Als het bolletje precies in het midden hangt, dan hangt hij stil. Want er werkt dan geen kracht die de, het bolletje naar links of naar rechts uh, duwt. Dus het bolletje trilt dan niet. Even een belangrijke definitie, in mijn verhaal ga ik de uitwijking definiëren als de afstand ten opzichte van die evenwichtslijn, die verticale lijn. En ik heb het hier aangegeven met kleine u. Hoe verder ik de kracht van de evenwichtstand afhaal, hoe groter de hoek alpha wordt die ik maak. En die hoek die komt ook terug dadelijk, dus ik heb hem hier ook aangegeven in mijn grafiekje. Welke kracht of krachten werken er nu op uh, die bal? Nou, eigenlijk is het een hele simpele situatie, want we gaan even uit dat er geen wrijvingskrachten zijn en dan zijn er twee krachten. Er is een spankracht langs het draad en we hebben te maken met de zwaartekracht. Het balletje wordt natuurlijk door de aarde naar beneden getrokken. En die zwaartekracht die kunnen we zelfs uitdrukken, want die zwaartekracht is gelijk aan M maal G. Om nu de situatie uh, verder te kunnen onderzoeken ga ik die zwaartekracht splitsen in twee componenten. Eén component langs de beweging, bewegingsrichting, en één component loodrecht op de bewegingsrichting, en dat wordt ook meteen de component langs het draad. En als ik uh, mijn zwaartekracht nu in twee componenten ga splitsen, dan krijg ik dus een, uh, ik noem het even fzx, en een fzi. Wat blijkt nu het geval te zijn? Die fzi, die heft, Precies de spankracht op. Dus in de rest van dit verhaal hoef ik daar eigenlijk niet meer naar te kijken. Die twee um, zullen uh, geen spannende dingen doen. Want als dat zo uh, zou zijn, dan zou betekenen dat of het draadje breekt of dat de bal naar boven beweegt en het draadje slap komt te staan. Nou, allebei de situaties zullen niet optreden. Een klein intermezzo. Als ik dadelijk de bal los ga laten, dan krijgt het een snelheid. En uh, het is nog niet behandeld, maar wanneer iets uh, met een snelheid beweegt langs een cirkel, en dat, daar hebben we hier mee te maken, dan komt er ook nog een extra kracht bij kijken, de middelpuntzoekende kracht. En dat maakt dit verhaal een stukje complexer, want dat betekent dat op het moment dat het balletje beweegt, dat er een bepaalde netto kracht naar binnen gericht zal moeten optreden. Gelukkig kan ik, kan ik uh, die netto kracht uh, eigenlijk gewoon uh, uh, verder verwaarlozen in de rest van het verhaal. Het zal er in de, in de praktijk toe leiden dat die FS iets groter zal zijn dan mijn FZI. Maar uh, dat maakt voor deze beweging verder niet heel veel uit. En wij gaan ons dadelijk vooral richten op de component, die ervoor gaat zorgen dat die bal gaat bewegen langs die cirkelbaan, dus dat de bal gaat slingeren. En dat is FZX. Als je nu goed kijkt naar dit plaatje, dan zul je zien dat je eigenlijk twee gelijkvormige driehoeken hebt waarbij we bij de ene driehoek een hoek hebben gedefinieerd, dat is die alfa. Die alfa die kunnen we ook in de andere driehoek gaan definiëren. Kijk, daar komt die. Ook in de driehoek van de krachten van fz en fzi heb ik ook een alfa. Ik ga die driehoek nu uh, gebruiken om te achterhalen hoe groot nu die kracht fzx is. En om uh, dat te doen ga ik even die fzx ook nog naar beneden schuiven, dat mag natuurlijk. Uh, want die lengte in mijn driehoek is precies even groot als die fzx die ik net had getekend. En uh, Ik ga nu deze driehoek gebruiken. Ik heb een hoek alpha. Ik heb een schuine zijde die hier recht naar beneden staat, maar het is wel de schuine zijde. En die schuine zijde is gelijk aan m/g. En ik wil weten de overstaande zijde. Dus um, als je dan gebruik gaat maken van uh, Sosca Toa. dan zul je door hebben dat je hier te maken hebt met een sinus, de overstaande zijde. Um, dat wordt dus de SOS. En als ik die FZX ga uitdrukken in FZ, dan krijg ik de volgende vergelijking. FZX moet gelijk zijn aan FZ maal de sinus van hoek alpha. En FZ weet ik natuurlijk ook, want FZ is gelijk aan M mal G. Dus ik kan hem nog ietsjes verder uitschrijven. Nu ga ik nog een keer de driehoek daarboven gebruiken. Ik ga eigenlijk een, een trucje doen. Want van die driehoek daarboven weet ik best veel. Want ik weet ook twee van die zijdes van mijn driehoek, die hebben namelijk een, een grootheid. De schuine zijde bij de bovenste driehoek is de lengte van de slinger, L. En de horizontale zijde, de korte zijde van mijn driehoek, die heb ik genoemd uit, uitwijking U. En ik kan mijn sinus alfa nu uitdrukken in die U en in die L. En dit is ook weer de SOS-regel. Sinus alfa is namelijk overstaand gedeeld door schuin. En ik gebruik dus de bovenste driehoek. En dan mag ik dus zeggen dat sinus alfa gelijk is aan u gedeeld door l. Ja, waarom wil ik dat nu doen? Um, met die kennis kan ik in de tweede vergelijking die sinus alfa vervangen door u gedeeld door l. En als ik er dan ook nog eventjes iets anders opschrijf, dan krijg ik het volgende. Fzx is dan gelijk aan m mal g mal u gedeeld door l. En die m en die g zijn constantes, die, die veranderen niet tijdens het slingeren... De L, de lengte van de slinger, verandert ook niet. Dus ik heb hier eigenlijk staan fzx is 3 constantes maal L. Uh, sorry, drie constantes maal u, de uitwijking U. Dan zou je misschien denken, dan heb ik die formule van hoek te pakken f is min c maal U. Die min staat niet hier in de formule, maar ik kan wel voor mezelf duidelijk maken dat uh, die kracht Fzx ervoor zorgt dat dat balletje telkens terug wordt getrokken naar die evenwichtstand. Als ik het balletje uh, gespiegeld zou tekenen, zodat hij aan de rechterkant van de evenwichtstand zou hangen, dan zou fzx ook weer naar links gericht zijn. Dus het minnetje staat hier niet, maar die is er wel. Maar hé, hey, dan heb ik hier dus staan, uh, f is min c maal u, de wet van hoek. Dus dat zou betekenen dat een slinger uh, voldoet aan de wet van hoek. Maar dan komt er een, een klein alletje onder het gras kijken, en dat heeft te maken met die pijltjes die je net had staan, op de F en de U in de wet van hoek. F is min C mal U, maar dan moet de kracht F wel in dezelfde richting staan als de uitwijking U. En daar zit het probleempje bij een slinger, want als je nu kijkt naar de Fzx zoals ik die had, de kracht die ervoor zorgt dat de massa teruggaat naar de evenwichtstand, dan zul je zien dat die Fzx niet precies horizontaal gericht staat. De uitwijking U is horizontaal, maar uh, de kracht Fzx niet. Eigenlijk zoeken we de uh, horizontale component van die kracht. Ik heb hem hier even uh, Fhoek genoemd, de Hoekkracht. Um, en die is niet gelijk aan Fzx, die is altijd een klein beetje kleiner dan Fzx. En hieruit kunnen we concluderen dat uh, een slinger dus niet voldoet aan de wet van Hoek. De kracht is dan misschien wel uh, recht evenredig met de, de uitwijking U, maar hij is niet altijd in dezelfde richting als de uitwijking U. Eigenlijk moet ik zeggen: hij is bijna nooit in dezelfde richting. Als je dit uitzet in een F-U-grafiek, uh, zoals ik dat net ook al deed bij uh, een massa-veersysteem, dan kreeg je bij een massa-veersysteem een mooie rechte lijn. En je zult zien als je dat bij een slinger uh, uitzet. Dan is dat schetsmatig, dan ziet dat er zo uit, dus de, de oranje lijn. Als um, de uitwijking u groot wordt, dan wordt de kracht f kleiner dan dat die zou moeten zijn volgens de wet van Hoek. En die uh, afwijking tussen die twee, tussen de ide ideale wet van Hoek en de praktijksituatie van een slinger, die wordt ook groter als u groter wordt. Oké, okay, tijd voor een conclusie. Uh, we hebben het volgende gezien. Een slinger. Uh, voldoet niet aan uh, de eisen die gesteld zijn aan een harmonische trilling, maar je kunt hem best benaderen als harmonische trilling, mits je maar werkt met een kleine hoek a, uh, alpha. Dus als je een slinger hebt en je geeft de massa een relatief kleine uitwijking, en de massa gaat uh, heen en weer slingeren, dan is uh, als je dan uh, de uitwijking in de horizontale uh, richting gaat meten. Dan zal die vrije waal een harmonische trilling laten zien. En dat alles kun je afleiden uit uh, de wet van Hoek. F is min c mal u. En het probleem bij een slinger zat hem erin dat die um, resulterende kracht f nooit precies dezelfde richting heeft als de uitwijking u. We kunnen nog één dingetje meer doen. Want bij een. Uh, massa veersysteem heb je een bepaalde trillingstijd. En die trillingstijd die kun je uitrekenen. En die voldoet aan uh, t is 2pi maal de wortel m gedeeld door c. We kunnen nu ook uh, eens kijken hoe zat het ook weer bij die slinger. Bij die slinger had je ook uh, een uiteindelijk als resultaat een vorm F is een bepaalde constante maal U. En die constante die was gelijk aan M maal G gedeeld door L. Ik kan die constante. Uh, die kan ik eens gaan proberen te zien als een soort veerconstante. Een soort veerconstante in de situatie bij een, een slinger. En die veerconstante, die c is m mal g eh, gedeeld door l, die ga ik substitueren in die formule eronder. De formule voor de trillingstijd van een massa veersysteem. Dan krijg ik het volgende. Ik ga dus in plaats van c, ga ik opschrijven m mal g gedeeld door l. En dan mag ik de l mag ik dan boven de streep zetten. De twee m'tjes vallen weg. En ik krijg eh, de trillingstijd waaraan een slinger voldoet en dat is dus t is 2pi maal de wortel l gedeeld door g. Maar deze formule is dus altijd een benadering en de afwijking van deze formule met de werkelijkheid wordt groter op het moment dat ik zorg voor grotere hoeken alpha.